Ernst, Bobby en de rest. 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 Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Blech. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. 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 Bobby, kom nou. Het is heel erg lekker weer. Ernst, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Wat is er? Ik heb vannacht gedroomd dat ik een grazend paard was. Maar dat is toch helemaal niet zo erg? Ja, maar nou heb ik mijn luchtbed opgegeten. Bobby, Bobby de Boeing. Bobby de Boeing van vakantieberichten gaat af in je rugzak. Schiet op. Waarom zeg je dat dan niet ernst? Dat zeg ik. Hier is Tineke Bosrand met vakantieberichten. Vandaag wordt weer een mooie dag. Dus lekker weer voor het strand of een picknick in het bos. Een picknick in het bos, dat lijkt me gezellig. Ah, nee, we gaan naar het strand. Lekker zwemmen en frisbeeën. Ja. Wow. Ernst, picknicken is echt mega saai. Picknicken? Moet je kijken hoe mooi het bos er vandaag bij staat. Ja, dat kan ik niet eens zien, want er staan allemaal bomen voor, Ernst. Grappig, Bobby. Bobby, we gaan spulletjes kopen voor de picknick. Ernst, Bobby en de rest. Zo, Bobby. Volgens mij hebben we nu alle spulletjes voor de picknick. Kijk nou uit met die eieren. Ja, joh, Ernst, doe niet zo gek, joh. Moet je kijken wat ik allemaal kan met die eieren. Bob, Bobby! Bob, Bob, Bob! Wat doe je nou? Ja, wat doe jij nou? Je gooit alles op de grond. Ja, maar omdat jij met die eieren zat te gooien. Ja, maar jij gooide eerst de spulletjes van de picknick op de grond. En toen moest ik schrikken. En toen nee, maar als jij niet met die spullen... 1, 2, 3. Willen Ernst en Bobby zich onmiddellijk melden bij het campinghoofd. En dat ben ik. En wel nu. Etting. Mevrouw het campinghoofd. Ernst en Bobby. We kunnen alles uitleggen. Ja. Bobby was aan het jongleren. Ja, maar Ernst liet alles uit zijn handen vallen. En ja, maar dat komt omdat hij met die eieren... Nee, Bobby. We ruimen alles op. Ja, Ernst ruimt alles op. Ik weet niet waar jullie het over hebben, maar ik heb jullie geroepen omdat jullie mij moeten helpen. Ik heb namelijk een logé. Oh, kikke, een logé. Ja, leuk. Wat is dat, Ernst? Een logé? Een logé is iemand die komt logeren. Op bezoek komt. Oh, gaaf! Ja. Goed. Ik moet even naar de stad om wat spullen voor mijn logé te halen. En in de tussentijd moeten jullie dus even op hem passen. Oké? Oké, kom maar op met die logé. Goed. En dit is hem. Het is een konijn! Konijn? Heet, hallo, hij heet Flap. Flap, wat is die lieve Ernst? Ja, het is het konijn van mijn nichtje en ik moet daar even een paar weekjes op letten. Maar ik kom hem over een uurtje halen bij jullie tent. Oh ja, één ding. Jullie halen hem niet uit de kooi. Goed, klaar. Oh, ja. Niet zo hard voor dat konijn. Wegwezen maar. Opgelost. Ja. Feest, ik heb een konijn en dat beest is helemaal van mij. Twee lange oren en een huppelstaart heeft mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Het is mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Als hij hupt, hup ik met hem mee. Door de kamer langs de wc. Huppen door de lange gang met mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Het is mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Hij
heeft in de tuin een hok. Stro en water waar ik hem mee lok. Het is een heel gezellig huis bij mijn konijn. Mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Het is mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Ik hoop dat mijn konijntje lang mijn vriend zal zijn. Ik kijk naar hem voordat ik slapen ga. Hij heeft een prachtig hok, zelfs een douchegordijn. Hij krijgt stro en blaadjes sla. Het is feest, ik heb een konijn. En dat beest is helemaal voor mij. Twee lange oren en een huppelstaart. Ja, het is juist lekker gezellig. Bobby, dat is jouw konijn helemaal niet. Huh? Stop nou weer snel terug in zijn kooitje, want hij mocht van het campinghoofd helemaal niet uit zijn kooi. Oh, ja, is goed. Ernst? Ik geloof dat het konijn een beetje kwijt is. Kwijt is? Bobby, als het campinghoofd dat hoort, dan worden we meteen van de camping afgegooid. Ik heb een idee. Ik graaf een valkuil en die bedek ik met bladeren. En dan valt het konijn erin en dan hebben we hem weer. Ja, ja, oké. Ik heb ook misschien een idee. Dan span ik tussen de bomen een touwtje en dan struikelt dat konijn erover en dan vang ik hem. Ja, ja, natuurlijk. En dan hebben we het touwtje tussen de bomen. Iedereen. Dan dat konijn. Zo, en nu nog wat takken erover en mijn valkuil is klaar. Waar is Bobby eigenlijk? Nee, eerst maar wat takken zoeken. Konijntje. 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 Oh, takjes. Konijntje. Mijn valkuil. Ja! Ik heb het konijn! Ik heb het konijn gevangen! Bobby, ik heb een soepkip gevangen! Waar dan? Die zit bovenop me! Ga van me af! Erg leuk, Bobby. Erg leuk. Bobby, dat konijn hebben we nog steeds niet terug. En over een half uur komt het campinghoofd hem ophalen. Oh, dan worden we van de camping afgestuurd, Ernst. Dan moeten we weg. Wacht even. Ik heb een idee. We gaan naar de dierenwinkel in het dorp. Ja. En daar kopen we net zo'n konijn. Ja. En dan geven we dat konijn terug en dat heeft ze nooit door. Goed idee, Ernst. Had voor mij kunnen zijn. Kom. Ernst, Bobby en de rest. Hij lijkt precies op mijn konijn, Ernst. Bobby, het is jouw konijn niet. Nee, die loopt hier ergens in het bos, hè. Zo, ik kom mijn flapje halen. Hallo, flapje. Wat fijn. Hallo, joh. Hey. Vanochtend was er nog een jongen en nu is het een meisje. Dit is mijn flap helemaal niet. Ja, ja, dat heeft te maken met... Flap! Dit is mijn flap, ja. Ik ben ook eigenlijk wel gek ook om jullie op mijn flap te laten passen. Kom maar, stelletje campingklunzen. Kom maar, hoor. Leuk, Ernst. Hey, mag ik deze houden dan, Ernst? Nee, Bobby, geen sprake van. Deze gaat terug naar de dierenwinkel. Ah, Ernst. Nee. Ah, nee.